24-hour long-lasting hydration. Nou, dat is voor dit droge huidje en nooit verkeerd. Zinnig leuke video's. Zeker voor de mensen die niet meer in Nederland wonen. Drie grootste. Ja, maar ben je... Ja, dat maakt niet uit. Dat pakken we er gewoon uit. Maar echt, gewoon een spot naar je. Hoe zit je al? Nee, ik volgende keer niet meer. Wat zeg je? Au, weer! Goedemorgen op deze vroege woensdagochtend. Je ziet het, ik zit te editen en ondertussen staat CNN op voor de uitslagen van de Amerikaanse presidentsverkiezingen. Ik denk zomaar dat ik vandaag een brakke dag heb. Maar ja, niets aan te doen. Ik ben gisteren super actief geweest, dus dat mag ook wel eens een lui dagje. Ik wens jullie in ieder geval allemaal een hele fijne dag. En ik ga hier nog lekker even aan het werk. En ondertussen het nieuws volgen. Ik zie jullie vast en zeker later vandaag. Fijne dag allemaal. Zo, mezelf geprobeerd een beetje te fatsoeneren na het brakke nachtje. Ik heb een beetje meer make-up op mijn gezicht gesmeerd dan normaal. Ik weet niet of het gaat houden. Ik heb echt al liters koffie op vanochtend. Ik heb, zoals Casey Neistat zegt, gezegd, liquid sleep over me heen laten komen. Met andere woorden, met douchen. Die noemt het altijd liquid sleep. Nou, ik heb echt nog steeds het idee dat ik niet vooruit te branden ben. Dan merk je toch dat je niet meer 20 bent, zeg maar. Nou, de achterdeur staat lekker open. Het is echt zalig buiten. Ik ben al 2 keer met Jesse naar buiten geweest. Ik ga nu nog een keer met Jesse naar buiten. Even een stukje lopen. En dan... gaan we even iets nieuws halen voor deze droevenis. Besloten dat het ook maar gewoon herfstkleurtjes worden. Gewoon de bloemen van de tijd van het jaar is beter. Maar ja. Ik ga jullie meenemen. Ik ben als student dat ik jullie het dadelijk laat vallen. Omdat ik zo ben. Maar we gaan het meemaken. Dus. Maar eerst. Die zwart maar even naar buiten. Even een stukje wandelen. Even kijken of ik wat wakkerder word weer van frisse lucht, zon. Zuurstof. Yes. Binnen. Ik heb maar hetzelfde meegenomen als die op de tafel stonden. Met 2 van die mini. Dus we gaan 2 kleine busjes van maken. Ik ben even bij de Zeeman geweest. Natuurlijk dat roze vest. Voor Willem ook 1 meegenomen. Die vindt het toch ook wel een lekker cozy vest. Die trekt s'avonds altijd alles uit van zijn werk. En dan is het er lekker om dat even zo over te gooien. Hij wilde het proberen. Nou, is het niks, pik ik hem in. Ik ga me achter mijn mascara, die is op. En ben ik nou graag naar de etels. Dus ik heb gewoon een goedkope mascara meegenomen. Van Essence, de Lash, wat staat er? Lash Princess. False Lash Effect Mascara. Nou, we gaan het proberen. Nou, deze die zag ik ook van Essence. Overal voorbij komen op Instagram met video's en dergelijke. En natuurlijk allemaal met de very jonge huidjes. Het kost 3 euro geloof ik. Kijk of dat bonnetje zo hier onder in het tasje zitten. De mascara kost 3,39. En deze kost 2,89. Nou, daar kan je in principe geen bel aan vallen. Ik ben meegenomen in de kleur 050 Neutral Champagne. En het is een hydrating foundation met hyaluron, tonbreker en aloe vera. Aloe vera kan nooit geen kwaad. Hyaluron doet er eigenlijk alleen maar wat als je het diep in je huid aanbrengt. Maar ja, het klinkt natuurlijk hartstikke leuk. 24-hour long-lasting hydration. Nou, dat is voor dit droge huidje en nooit verkeerd. Iets hydraterends.
Dus ik zal hem morgen eens opdoen. En dan ga ik gewoon eens kijken als ik hem de hele dag heb gedragen. Want ik heb nu, de andere dagen had ik zeg maar een van een tube van de HEMA op. Top. Nou, vandaag dacht ik, nou, ik doe hetzelfde hoeveelheid pompje uit een flesje wat ik heb van de HEMA. Maar ik zie eruit alsof ik een of andere glimmaal ben. Dus dat vind ik niks. Wat ik ook zag liggen bij de Ethos, dat zijn van die tuutjes die je in je mondmasker kan doen. Die zag ik ook op Instagram voorbij komen. Dus eens kijken of je dan meer lucht krijgt. Dus die ga ik dadelijk eens even voor mezelf gewoon even testen. Of dat werkt. Je kan ze via Instagram bestellen, via van alles en nog wat. Maar ja, als het bij de Ethos ligt, makkelijker. En kost het €1,99 voor twee. Als je ze bij AliExpress verkoopt, is het natuurlijk veel goedkoper, maar moet je de week op wachten. Dus uittesten. Het zonnetje schijnt hier nog. Het is tijd om de bloempjes even snel te gaan doen. Ik ga jullie niet weer als vorige week helemaal. Ik ga het gewoon even op mijn gemakje doen. En dan ga ik even. Ik denk dat ik het anders ga doen. Het is zo lekker buiten nu. En dadelijk komt iedereen van het thuiswerken naar buiten. Ik ga denk ik eventjes nu buiten lopen. Even genieten van het zonnetje. En dan zet ik die bloempjes al even in het water. En als ik dan terugkom ga ik ze in het water zetten. Ga ik ze gewoon even in de vazen zetten. Gooi ik gelijk deze even in de grondcontainer. Want we hebben geen containers bij het huis. We moeten ook met een druppel naar een. Ergens in de straat staat dan zo'n ding waar je je vuilniszakken en je groen afval in moet gooien. Dus dat loop ik dan gelijk langs. Dan is dat gelijk weg. Ja, goed idee. Dus let's go. Kijken of nog een beetje diertjes kunnen spotten. Zwaan zitten, maar hij houdt zijn eigen verborgen. Wat zei ik? Net zo mooi als van de week. Oh mensen, het is zalig. Het is eigenlijk gewoon te warm weer cool. Ik ben Jackie maar aangedaan omdat ik die camera bij me heb dat ik met mijn jaszak kan doen. Maar wat is dit genieten? Het is eigenlijk gewoon te warm voor een jas. Maar ja. Op naar de 6000 stappen. Dan hebben we op deze brakke dag ook weer aan de eisen voldaan, zeg maar, voor vandaag. Laat ik thuis weer lekker bloemen doen. En eens wachten tot Willem thuis komt. Kijken of de video goed ingepland is voor vanavond. En dan ga ik haken. Ik moet voor morgen een call af hebben. Waarvoor? Horen jullie morgen. En de question of the day is macaroni of spaghetti. Lekker met verse groenten. Maar dat gaan we natuurlijk weer aan jullie laten zien. Tot straks. Ik ga nog even een stukje wandelen. Genieten van het zonnetje. En de rust. Hoor de stilte. Oh, dan kan ik daarvan genieten. Nu ik hier zo loop, denk ik dat ik binnenkort ook wel weer een keer naar de molen kan. Hierachter staat. Dus even wat lekkere bakspullen halen voor een appeltaart of een cake. Of naar de snoepwinkel. Je weet helemaal niet of dat er nog naast zit.
gaan naar boven, de molen in, naar de molensteen en het mooie Hollandse uitzicht, zeg maar. Dat is een aanrader voor mensen, speciaal in Finland. Zo, dat was even heerlijk zeg. Zalig. Even snel dit doen. De bloemen houden van mensen, maar mensen houden ook heel veel van bloemen. Althans ik. Dat was nog maar één bosje van deze, want ze had ik er twee meegenomen. Het is wel weer een beetje karig. Het is even iets anders. Het gaat erom dat er wat staat, want het is zo kaal nu ineens. Nou, mensen, ik vind het helemaal prima. Twee bosjes gezelligheid. Oh, koffie, koffie. Nou, ik ben net bij de groencontainer geweest. Ik ga helemaal goed, ik ga niet weer terug. Die bloembladeren in de vuilnisbak is ook geen straf, want het ruikt heerlijk. Mondkapje en zo'n ding. Even kijken. Wat dat doet. Het smelt twee. Hij staat wel bij je van je mond af. Dat is wel één ding wat zeker is. Of hij nou ook nog lekker aansluit bij je neus is een tweede. Hè? Je moet daar nog een beetje verder mee vreubelen. Je moet er maar het beste van maken. Oh. Ik vraag me ook werkelijk waar af hoe het allemaal al die meiden die allemaal de hele dag met make-up bezig zijn. En allemaal mooi, 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 mooi. Daar kan je niet heel veel make-up op hebben. Want dit is bij mij van vandaag, zeg maar. Van het eventjes twee winkels binnenlopen en weer uit. Dus die moet gelijk alweer in de was. Dan moet ik toch de wasmachine leeg halen. Die heeft ook gewoon gedraaid vandaag. Dus dat ga ik even doen. Ik zie jullie straks als we gaan kokkerellen. Question of the day heb ik gezegd toch? Macaroni of spaghetti. Keuze is aan Willem. Later. Zo, tijd om hapjes te maken. En ik zal even zijn. Question of the day. Spaghettini. Jumbo, eigen merk, maar dan de dunne variant. Heerlijk! Nou, alles voorbereid behalve het hak uit de vriezer te halen. Dus dat moesten we even in de marathon ontdooien. Oh, je moest niet gek opkijken. Dit vind ik heerlijk. Ik heb gelijk met mij wat drinken te nemen. Ja, maar was ik nog niet aan het koken. Ja, moet je hebben? Nou, die is er. Het is koud. Een paar koud zetten voor me? Nee. Alsjeblieft. Wil je niet proosten? Wel, dan ben je... Dan ga je net ook al voor. Ja, dat maakt niet uit. Dat was er ook wel. Maar echt gewoon een pot nemen. Willem van de zomer tegen die opgestuurd. Toen was de bedoeling dat er bij de barbecue een foto gemaakt zou worden. Nou, ik ben de enige die hem nog maar aardig had.
Even over het boekje wat vorige week donderdag in mijn blog was. In de week nog was. Het voorraad. Nou, die potten met saus die zijn uit de kast gekomen. Netjes weggekrast. Dus tot nu toe werken. Kijk, het is hele dunne. Kan je even 5 seconden helpen, Willem? Ja hoor. In de uitvoeren. In de uitvoeren? Aanbranden. Dan kan niet alles tegelijk. Nou zeg, ik dacht dat de vrouwen konden melk vertasken. Nou, dat kan ik ook. Je behalve in uitvoeren, uitvoeren. Leuk, hè? Ja. Ja. Hoe is het dan? Nee, klaar. Ik heb volgende keer niet meer. Wat zeg je? Auw, weer! Ja? Alsjeblieft. Ha, zit je niet open. Het boekje is aan. Ja, dan maar nog later maar weer meer fruit van. Lekker, lekker, lekker. Dat moet je nog afwachten. Die saus erbij van alles bij elkaar doen en dan zien we jullie zelf het klaar is. Als jullie er meer van willen zien, laat dat dan achter in de comments. Dan spoel ik jullie niet door. Dan staan jullie ook maar twee keer het dichter opzetten. Ik kan het ook gewoon een keer in zo'n video opnemen, zodat ik het gewoon wat dichterbij laat zien. In een rustige stap. Laat maar achter in de comments. Maar voor nu ga ik even verder roeren. En dan zien we zo meteen het eindresultaat. Volgens mij kan je even komen proeven of de spaghetti klaar is. Dan maar afgieten. Nee, ik zat er al. Nee. Veel te kort. Vrijdag ben ik weer van de proef. Op een dag de proef. Verplicht. Juliette. Schief. Weer voor een weeshuis. Vandaag woensdag? Yes. Nou, weet je wel wat we zaterdag eten? Ja, dat weet ik wel. Wat heb je toen? Hartstikke lekker. Ik zei wat ik net geproefd heb. Was zalig. Is het kaas gepakt? Nee, maar niet. Was het de echte? Ja. De enige. Nou ja, in ieder geval nog gewoon supermarktkaas die naar kaas smaakt in plaats van naar gum. Het smelt bijna niet als je de gemalen kaas gewoon door je... Wij spreken daar doorheen geroerd en doet het gewoon niet. Bon appétit! Doet het zeg maar niet eens smelten bijna. Dat is trouwens ook een aanrader voor de mensen die graag op de bank eten. En geen warm bord op schoot willen. Klein dienblaadje van de Action. Doet wonderen. Dat is 89 cent. Ik zou zeggen... Bon appétit! Ik zat te editen. En het was van de week heel snel dat ik dat zei. Dus ik doe het nu een beetje rustiger. Nogmaals, bon appétit! En ik zie jullie morgen. Dan gaan we op reis.